Hoe is het, Suus? Goed. Leuk dat je er bent. Welkom bij Gezant. Waar ben je naar op zoek? Hele mooie oorbellen voor bij mijn gala-eer. Oké. Nou, ik heb hier een aantal hele mooie sets oorbellen voor je geselecteerd. Mooi hoor. Oeh, dit vind ik wel heel mooi. Ik neem ze. Ja. Ja. Dat dacht ik al. Ik doe het. Hartstikke goed. Heel veel plezier ermee, gewenst. Dank je wel voor je komst. En voordat je weggaat, ik heb nog iets speciaals voor je. Dit moest ik jou overhandigen. Ah, ik mag mijn koffer weer pakken. Meld je morgen om 8:30 op Schiphol en zorg dat je op tijd bent. Nou, dat moet wel lukken. Ik heb er zin in. Nou, Karsten, ik ben weer op Schiphol. Ik weet niet wat je allemaal in de planning hebt. Ik heb mijn bikini mee, dus ik hoop dat ik ergens naartoe ga waar het warm is. Ja? Nou Karsten, ik sta op Genève. Ik heb geen idee wat ik moet doen, dus ik weet niet of je een clue aan me kan geven. Dus... Ik heb Karsten gesproken. Jij hebt natuurlijk gisteren bij ons hele mooie oorbellen gekocht in de winkel. Maar Karsten heeft ook iets heel erg moois gezien van het merk HYT. Dus ik ga je meenemen naar de fabriek en dan gaan we het horloge ophalen. Ik heb jou vanochtend op Genève Airport heb ik jou een klein beetje laten schrikken. Ik ben heel erg benieuwd, wat vond je ervan? Ik moet je zeggen, ik vind het erg bijzonder. Echt, ik heb het laboratorium natuurlijk gezien en hoe ze dat uurwerk met die liquids en die fluids alles maken. Wat maakt dit merk nou zo bijzonder? Dat je de tijd af kan lezen in vloeistof, zeg maar. En zij hebben een manier gevonden waardoor er twee vloeistoffen, een transparante vloeistof en een gekleurde vloeistof, elkaar eigenlijk wegduwen. En op die manier geven ze de uren aan. Nee, ik heb gevraagd wat hun geheim was ook, maar dat hebben ze me helaas niet verteld. Nee, het is hier wat dat betreft net de NASA. Ze zijn zeer geheimzinnig over de manier waarop eigenlijk alles werkt. En dit kun je ook niet vergelijken met een traditionele horlogefabrikant. Als je hier binnenkomt, dan denk je eerder dat je in een medicijnenfabriek bent, waar allerlei laboratoria, mensen in witte jassen en nogmaals, ook voor ons is dit heel speciaal, want dit is een heel andere manier van watchmaking. Je bent hier natuurlijk ook nog met een missie, ja. Want jij moet ook nog een horloge uitzoeken voor iemand. Ja. We hebben wat modellen eigenlijk blank materiaal, zeg maar, en heel mooi gegalvaniseerd. Ik denk dat ik voor jou, dat ik deze meeneem. Ik denk dat het makkelijker te combineren is met je kleding. Dat denk ik. Dus, Karsten, hij komt naar Amsterdam. We hebben een challenge voor je bedacht. Okay. Binnen een HYT horloge is er één cruciaal onderdeel en dat is het buisje waar de vloeistof doorheen loopt, hè, die de tijd aangeeft. Ja. En aan jou de eer om te gaan proberen zo'n buisje te buigen. Dus ik ga je meenemen naar de werkplaats waar ze dat doen. En moet dat in één keer goed? Dat is wel de bedoeling, anders wordt het een hele dure aangelegenheid. Luister. So was it too fast or was it too... Too hot. Too hot, oh. Ik heb het dus blijkbaar iets te warm gemaakt, waardoor die een fractie van een millimeter, het ingangetje is er niet groot genoeg. Maar je kan hem wel gebruiken. Ja, je moet het er maar mee doen. Toch?